Maar Gerard, daarmee zijn we bijna aan het einde van onze blikoefening. Enkele paarden van de escorte zullen nog links en rechts bij de hekken komen staan om de mensen die dat willen gelegenheid te geven om even wat paarden te aaien. En daarna moeten we toch echt het parcours gaan verlaten om elkaar weer terug te zien voor de blikoefening. Maar niet, maar dat we even hebben genomen om een aantal doorkomsten te gaan schorten.